Hey, this is Michael from Vice's Brooklyn office. Gold is everywhere in Suriname, and the effects of gold mining can be seen in almost every aspect of the society. Vice Netherlands went to the South American country to learn more about the lucrative yet problematic industry. This is the Golden Mountains of Suriname. Kwikgebruik is een van de goedkoopste manieren om goud te winnen. Kwik kan op drie manieren het menselijk lichaam ingaan. Door het in te ademen, in te nemen en door direct contact. In hoge concentraties kan het leiden tot de dood. Kijk, wat gaan we doen als we niet werken? Hoe ga ik mijn kind voor zorgen? Ja, het is Wanneer je in goud zit en je veel goud vindt, dan eigenlijk raak je verslaafd in goud. Dus, Corruptie is iets wat een land kan vernietigen. En dat is dus wat nu gebeurt hier in Suriname. We zijn in Paramaribo, in de hoofdstad van Suriname. Suriname is het kleinste land van Zuid-Amerika, maar beschikt over een enorme hoeveelheid goud. Goud sijpelt door in alles. Het vormt naast de overheid de belangrijkste bron van werkgelegenheid. En het is het belangrijkste exportproduct van het land. Maar na 15 jaar van economische groei maakt het land nu een terugval mee. Toch blijft het goud voor veel mensen heel aantrekkelijk. Het is een makkelijke bron van inkomsten. Het kan bijna overal buiten de stad gemijnd worden. En het wordt tot op de dag van vandaag niet succesvol gereguleerd. Goud speelt al eeuwen een rol in de geschiedenis van Suriname. Al in de 15e eeuw lokte het de eerste Europeanen. Maar pas halverwege de 18e eeuw wordt het ook echt gevonden. Tegen die tijd is Suriname gekoloniseerd door Nederland. Bijna drie eeuwen lang buiten de Nederlanders Suriname op grote schaal uit. In de periode voor 1863 sterft door het extreem zware slavenwerk de inheemse bevolking bijna volledig uit. Er worden slaven uit andere koloniën gehaald om op de plantages te werken. De eerste goudkoorts breekt rond 1900 uit. Pas na de onafhankelijkheid van Suriname in 1975 krijgen de Surinamers zelf het recht om over hun eigen grondstoffen te beschikken. Maar 5 jaar later volgt er een staatsgreep en een burgeroorlog en gaat het mis. Ondanks de politieke onrust in Suriname in de jaren 80 en 90 blijft de goudsector groeien. Duizenden mensen trekken het bos in en gaan op eigen initiatief naar goud zoeken. De afgelopen 14 jaar steeg dit aantal met bijna 900%. De overheid doet hier nauwelijks iets aan. Maar nu de goudprijs daalt, wordt dit soort goudwinning steeds minder winstgevend. Toch is deze illegale tak nog steeds goed voor ruim 2/3 van de totale goudwinning. En dat is veel meer dan de 3 officiële goudmijnbedrijven in Suriname uit de grond halen. Wij wilden begrijpen hoe de illegale sector van binnen werkt en wat de gevolgen voor het land zijn. Op ongeveer 270 kilometer afstand van Paramaribo ligt het mijnerskamp Bensdorp. Tot voor kort was dit het centrum van de goudkoorts in Suriname, al is daar nu weinig meer van over. Buiten het zicht van de overheid gelden eigen wetten en regels. Je kan er bijvoorbeeld alleen betalen met pure brokjes goud. Bensdorp staat bekend als het Wilde Westen van Suriname. Een plek waar alles kan en mag en nauwelijks wordt gecontroleerd. We zijn nu onderweg naar Bensdorp, een dorpje midden in de jungle. Een van de eerste nederzettingen waar de economie echt helemaal om goud draait en waar ook alleen in goud betaald kan worden. We zijn nu al langs een kerk, een kledingwinkel, heel veel bars, een pizzeria. Het is echt een soort van mini-stadje, midden in niks. Sorry, ik ben echt overmand door emotie op dit moment.
Rosa is een Braziliaanse goudelver die met goud haar gezin in Brazilië probeert te onderhouden. Heeft u op dit moment veel geluk in het zoeken? Hoje nós poderemos dizer, hoje tirou barranco com 100 gramas de ouro. Mas amanhã nós pode tirar com 1 kg, 2 kg, 3 kg. Assim é que vai sendo a vida do garimpeiro. Aí tem que mirar ali quando tá para fazer o teste ali, ele tá fazendo o teste aí para saber que tem ouro aí. Deu algum fagui? Só um fagui. O ouro aqui é pouco, que o ouro grosso aqui a gente não pega, porque é mais é pedaço. É, olha. Que é mercúrio de botar no ouro, para juntar o ouro. En is dit niet schadelijk voor uw huid? Não, não. Não perigoso, não. Aqui só perigoso se você engolir. Quebra tudo já. É. Assim não problema. Não tem problema. Não tem problema se comer. Se não comer, não tem problema. E a fumaça, que às vezes a fumaça não bom. Pegar muito pro pulmão da gente não bom. 1 kg é 10 gramas de ouro. 1 kg de mercúrio. É 10 gramas. Vai dar muito dinheiro. Rosa legt net uit dat 1 kilo kwik ongeveer 10 gram goud kost. En met de hoeveelheid die ze hier heeft, kan ze ongeveer 200 gram goud vinden. Een van de weinige vaste gezichten van Bensdorp is Winston Goosen, bekend als Boeru. Hij is bezig met het opzetten van een eigen bordeel achter zijn huis. Ja, dit is mijn huis. Kijk niet, het is in een aanbouw. Mijn vrouw is er niet. En daarom ben ik zo slordig. Heeft u een vrouw? Als ze hier was, ja. Een zoontje van 2 jaar. Maar vindt ze dat niet erg? Wat? Dat we zo meteen allemaal prostituees in uw cabaret zijn. Ik weet het niet, maar we hebben wel de plan om het op te zetten en zoiets van alles. Komt ze hierheen om te helpen? Ja, ze gaat hier wel komen om te helpen om te werken in het bar. Ik ga aan mijn werk gewoon verrichten als zager timmerman hier. Nou, dat wordt toch 2 inkomsten. Ja. Kunt u uitleggen hoe u hier terecht bent gekomen? Hoe ik terecht ben gekomen? Nou, om de waarheid te vertellen, ik was in een gevangenisstraf. Toen ik uit de gevangenis ben gekomen, ben ik direct in het binnenland gekomen na 3 of 4 dagen. En was er veel goud? Jawel, iedereen had goud hier. Zo hier was een drukke stad, veel mensen, veel hoeren. Er zijn veel moorden hier gepleegd. Heeft u dat gezien? Jawel, ik heb wel een paar gezien. En nu is het dus veranderd? Ja, het is degelijk veranderd, want die dingen gebeuren er niet meer. Dus hier komen de meisjes? Ja, hier gaan ze zijn. De goudzoeker, de gouddelver, denkt alleen naar werken en een vrouw. Dus wanneer een gouddelver zijn geld heeft gevonden, het eerste ding wat hij doet, hij gaat naar een vrouw. Om dat te delen of zijn vond te maken. Hoeveel meisjes zou je willen hebben in je cabaret? Nou, ik zou wel 6 tot 10 willen hebben, maar ik heb maar 6 kamers. Ik maak maar 6 kamers gereed voorlopig. En maar hoe komen die meisjes dan hier? Hoe weten die meisjes in Brazilië of in Venezuela dat... Nee, het is dat... gewoon. Ik ga gewoon contacten zoeken, bellen. Hey, nou, ik ken eentje van ze. Hey, zoek 3 meisjes voor me op of 6. Ik heb 3 meisjes nodig of 4 meisjes. Nou, dan komen ze wel, denk ik. Ja, want zo weet dat hier goed boezien meer verdient dan de stad. In bijna elk mijnerskamp in het land is ook veel prostitutie. Duizenden meisjes zijn sinds de jaren 90 al dan niet vrijwillig de Surinaamse grenzen overgestoken om mee te dingen in de goudopbrengsten. Voor ongeveer 3 gram, nu zo'n 96 euro, verkopen zij hun lichaam. Hebben jullie veel aan elkaar als meisjes in een dorp waar bijna alleen maar mannen wonen? Llevamos una amistad maravillosa porque a pesar de que trabajamos esto, somos seres humanos que sentimos. Tenemos hijo, tenemos mamá, tenemos amor. Hay gente a veces que piensa que no, que lo de nosotros es por ambición. No, es por la necesidad. Los van Winston's plannen telt Bensdorp al 3 bordelen. Maar door de slechte goudmarkt zijn er niet veel klanten. De familie van de meisjes weten vaak niet wat ze hier doen. Eén van hen wilde met ons spreken op voorwaarde dat ze anoniem kon blijven. Por un rato, aquí hay 3 gramas de oro. Un rato... Y para dormir con un hombre es 5 gramas de oro o 6 gramas. Depende, ¿sabes?
uno sale a otro país a buscar una mejor vida. Todo muy caro. Entonces la única vida que uno hay es esta, la mujer. No sabe hablar el idioma de aquí, no sabe hacer otra, más nada aquí, entonces no tiene una profesión en su país que no estudiamos en nuestro país, ¿sabe? Entonces, solo tiene que hacer eso. Y es difícil. Más lo hacemos por necesidad. Yo lo hago por necesidad. How long life here, no? No mucho. Tal vez el año que viene, yo me voy para Santo Domingo, ¿sabe? Es difícil estar así, ¿sabe? Es muy difícil. Bueno, por un lado, yo quisiera que hubiera más para yo ganar más dinero, ¿no? Porque yo estoy buscando dinero para ganar. Más por otro lado, también no quiero venir al cuarto con ellos. Entonces, un momento es muy difícil. Las dos cosas. Para estar con un hombre aquí, yo tengo que beber por lo menos 2 o 3 cervezas para poder aguantar aquí, estar con un hombre que no conozco, ¿sabe? Es difícil. We gaan gewoon waar die meisjes zijn, die dames zijn, dat zitten wat te drinken. Totdat dat geld op is. En waar gaat dat geld? Naar die baren. En een beetje, het kleinste deel naar die vrouw. Ja. Want ze werkt voor 3 gram of voor 8 gram of voor 7 gram een sleep. Dus jij gaat uiteindelijk degene zijn die daar het beste aan gaat verdienen? Ik ga me. Aan de ook vervuilen even. Om aan de moeilijke omstandigheden in het binnenland te ontsnappen, trekken steeds meer goudzoekers naar gebieden dichter bij de stad. Een van de gebieden waarin de afgelopen jaren ontzettend veel goud is gemijnd, is natuurreservaat Brownsberg. Oké, dit eerste stukje, ik weet niet of je gaat kunnen filmen, maar gaat heel erg bumpy worden. Erland zet zich in om mensen bewust te maken van de gevaren rondom de illegale goudwinning. Hij is een van de weinige mensen die hier openlijk over durft te spreken. We zijn nu onderweg naar de goudvelden hier in Brownsberg Natuurreservaat. Zoals je kan zien is eigenlijk de hele omgeving om ons heen echt prachtig groen. Suriname bestaat voor 95% uit oerwoud. Brownsberg is sinds 1969 een beschermd reservaat. Het is ruim 14.000 hectare groot en het is het enige officiële natuurpark van Suriname. De biodiversiteit is er extreem hoog. Alle 8 aapsoorten die Suriname telt komen hier voor. En het is een van de belangrijkste toeristische gebieden. Maar sinds een aantal jaar wordt ook hier op grote schaal illegaal gemijnd. Nou, hier zien jullie een deel van die goudvelden in het Brownsberg Natuurpark. En hier stonden dus eerst gewoon allemaal bomen? Oh, dit was natuurlijk uiteraard allemaal bos. Het is triest wat wij mensen eigenlijk vernietigen. Dit wordt door de overheid gedoogd, terwijl het officieel in het park ligt. Het is internationaal erkend als een natuurpark. En alles wat daar leeft, vele van die dieren zijn endemisch. Ze komen bijna alleen voor in dit gebied. Het is dus eigenlijk een goudmijn, maar dan niet letterlijk zoals men hier bezig is, maar voor het toerisme. Dat groen is eigenlijk ons goud. Soms voel ik me wel een roepende in een woestijn. De meeste mensen durven hun mond niet open te doen. Het is net alsof men denkt van oké, we moeten het maar accepteren. Wat kan ik eraan doen? Daar zie je dus zo'n sluicebox die actief bezig is. Ze spuiten dus die smurrie die ze hebben opgespoten. En daar zullen die zwaardere gouddeeltjes in wegzakken. En die fijne gouddeeltjes die gaan ze dan wassen met kwik. Dat kwik gaat binden aan het goud, waarbij je dus harde klompjes overhoudt. En die harde klompjes die gaan ze later verbranden. En veel van het kwik dus komt rechtstreeks in de atmosfeer terecht. Bij een chronische kwikverontreiniging, dat je dat regelmatig naar binnen krijgt. Dus ik wil niet zeggen dat ze meteen ziek worden, maar de kans dat ze ooit later ziek worden door dit soort werkzaamheden, dat is groot natuurlijk.
In Paramaribo werkt gynaecoloog Dr. Satish Mohan. Hij is een van de eerste Surinaamse artsen die onderzoek deed naar de neurotoxische gevolgen van kwik op moeders en ongeboren kinderen. Dat onderzoek was schrikbarend, want bleek dus dat zowel bij moeder als het ongeboren kind de kwikconcentratie dus heel hoog is. Bijna 80% van de kinderen die hadden een hogere concentratie aan kwik dan de internationale norm. Kwik kan dus op drie manieren kan het, dus, het menselijk lichaam ingaan. De eerste is dus door het in te ademen. De tweede is dus door het in te nemen, hè, door via de voeding. En de derde is dus door direct contact. En wat zijn de gevolgen voor mens bij een kwikvergiftiging? De geschiedenis die heeft het al bewezen. Als je kijkt naar de gevolgen van Minamata. Een heleboel mensen die met allerlei klachten en allerlei dingen kwamen. In het Japanse vissersdorp Minamata werd in 1956 voor het eerst op grote schaal kwikvergiftiging geconstateerd, als gevolg van het eten van vervuilde vis. De gevolgen waren gruwelijk. Vogels vielen dood uit de lucht, inwoners kregen spastische afwijkingen en er werden misvormde kinderen geboren. 1700 mensen gingen dood. Sinds oktober 2013 hebben 150 landen het Minamata-verdrag getekend dat het gebruik van kwik volledig moet uitbannen. Suriname is het enige Zuid-Amerikaanse land dat het verdrag niet heeft ondertekend. Kijk, acuut kwikvergiftiging kan leiden tot ernstige longafwijkingen. Maar ook in hoge concentraties kan het leiden dus tot coma en zelfs tot de dood. Chronisch kan het verschillende organen aantasten. Kan de longen, maagdarmstelsel, de nieren en de zenuwen. En dan zijn er dus symptomen van krankzinnigheid, oriëntatiestoornissen, gehoorstoornissen, ontwikkelingsstoornissen, cerebrale ontwikkelingsstoornissen. Dat zijn allemaal gevolgen van kwikintoxicatie. Nou weten we dat er heel veel kwik in ons milieu vrijkomt. En dan denk ik aan datgene waar jullie het over hebben. Dat is dus de goudsector. In bepaalde wateren en zo in Suriname komt er dus heel veel kwik vrij. Naar schatting zijn er op dit moment tussen de 30 en 40.000 illegale goudzoekers aan het werk in de Surinaamse binnenlanden. Een van hen is de 27-jarige Milton Smit, bijnaam Robba. Ben je voor het eerst in Suriname? Ja. Leuk, hè? Zo leuk. Wil je vaker komen? Ja, ieder zegt dat en ieder zegt dat. Het is zo mooi. Ja. Als je nu bijvoorbeeld hier kijkt of daar kijkt, dan zie je al dat bos. Ja. En hier zie je dan dat het weggaat. Ja. Wat vind jij daarvan als je dat zo ziet? Nou, weet je gelijk van, ze hebben hier groot gewerkt. Hè? Weet je gelijk van, er gebeurt iets hier. Ja. Ja. Ben jij dit? Ja. Kan je niet meezingen? Nee, nu niet. Hartje warm en mijn leven kalm en mijn liefde staat. Kan je alleen vertalen, de gevoelens van jou kunnen niet meer dalen. Dus je blijft voor altijd in mijn hart staan. Robba werkt als voorman en heeft sinds kort de leiding over de mijners in dit kamp. Weet je of de overheid hier ook patrouilleert? Heb je daar wel eens iets van gemerkt? Nee. Waarom niet, denk je? Nee, ik denk niet dat ze last van ons hebben. Hè? Dus dat ze dan maar niet langskomen? Nee. Ja, hier gebeurt het. Als je daar bezig bent te spuiten, loopt alles stof in het bak. Hier zo komt hij eruit. Oh, je ziet het al glinsteren. Ja. En hier is een koperplaat. Het is een koperplaat met kwik. En het kwik die grijpt het goud op het plaat en hier zit alles vast. En daar gaat het dus het meer in? Ja. 25% van het kwik gaat er het meer in? Ja. Schadelijk kan het zijn. Ik weet niet. Nee. Ik denk het niet, maar.
Ik denk het helemaal niet. Kan je het de jongens kwalijk nemen dat ze dit werk doen? Nee, helemaal niet. Ik neem het deze jongens niet kwalijk. Het zijn mensen van de lokale omgeving. Ze hebben bijna geen andere vorm van bron van inkomsten. Het zijn eigenlijk dus de hoge pieten uit de stad die eigenlijk hiervoor verantwoordelijk moeten worden gehouden. Kijk, wat gaan we doen als we niet werken? Voor ons Boslands Creole, dit is het miswerk dat Boslands Creole jongens doen. Je ziet het zelf hoeveel jongeren hier zijn om te werken. Dus als we nu stoppen, wat gaan we doen? Gewoon thuis zitten? Dan ga ik mijn kind verzorgen. Ja. Dat is Dus je hebt eigenlijk geen keus? Nee, je hebt geen keus. Dus als je zegt van oké, jullie moeten stoppen met werken. Oké, goed. Waar is er een plekje voor ons om te werken? Wat Erlan ook al zei, dat mensen dus met kwik werken en dat dat enorme gevolgen heeft voor het milieu, dat zagen we hier vandaag. Er werd ook echt met kwik gewerkt, maar mensen zoals Robba die bespraken gaven tegelijkertijd aan dat ze ten eerste het werk wat ze doen ook echt leuk vinden, maar ook dat er gewoon niet zoveel alternatief is. En dat er heel veel mensen werkloos zullen zijn zodra dit echt gereguleerd wordt en ze worden daar bijvoorbeeld weggestuurd. En in die zin is dan de keuze tussen werk of milieu redelijk snel gemaakt. Volgens natuurorganisaties zijn er al honderdduizenden kilo's kwik in het Surinaamse milieu terechtgekomen. Kwik verspreidt zich via de lucht en de rivieren ook naar delen van Suriname waar geen goud gewonnen wordt. Zelfs naar de hoofdstad Paramaribo. Erlan heeft een campagne opgezet die mensen bewust moet maken van de gevaren van het eten van vis. Ik heb voor de mensen op een zo eenvoudig mogelijke manier heb ik dus posters in elkaar gezet. Die aangeven, een beetje schematisch, van hoe die kwik via die goudwinning ons milieu binnenkomt. Het komt met de regen komt het weer naar beneden. Die kwik wordt omgezet door bacteriën. En zo gaat het kwik zich verzamelen in die vissen. Dit zijn de gevaarlijkste vissen voor dus, mensen om te eten. Klopt. En welke dus, van deze vissen wordt het meest gegeten? Dus de spikerikati, dus die ook echt heel veel kwik heeft. Ja. En dus die anjumara, ja. Die heeft 8 balletjes. Dus die heeft 8 keer de hoeveelheid kwik in zich. En ook in de stad worden die gegeten. En vele mensen in de stad beseffen zich ook niet van dat er zoveel kwik in die vissen kan zitten. We zijn hier op de centrale markt midden in het centrum van Paramaribo. En zoals Erlan Sleur ons al vertelde, worden hier dus ook vissen uit het stuwmeer verkocht. Dit is ayamara. Dit is de pataka. Worden die goed verkocht? Ja. Ik heb gehoord dat bij sommige vissoorten er wordt gewaarschuwd. Alle vissen kan vervuild worden. Maar wanneer ze koud in de buurt werden, ja. Dan pas. Maar gewoon zo hier kan geen vis vervuild worden. Maar komen er dan geen vissen uit de buurt van waar goud gedelft wordt hier naartoe? Soms ook onder de markt, ja. Ik moet eerlijk zijn. Ja. Die komen soms ook onder de markt. Ja. Maar weten de mensen die de vis kopen ook dat ze eventueel vervuilde vis kopen? Nee. Nee, ze weten niet. Jij die verkoopt kan het weten, maar men die koopt weet het niet toch? Nee. Sommige mensen, wat je verkoopt, gebruik je niet. Nee. Je hebt geld nodig. Maar dat is alles. Dus je zegt eigenlijk de vissers zouden zelf die vis niet eten? Nee, ze denken alleen aan geld. Ja, ja. Toch? Ze moeten geld verdienen, klaar. Behalve via vis komen mensen in de stad ook in direct contact met kwikdampen door de goudopkoopbedrijven. Waar de laatste restjes kwik van het goud worden gebrand. Hi, hallo. Hallo. Mijn naam is Gwen. Ja. Hoi. Gaan we hierheen? Dus dit moet je om hebben als je dat doet? Ja. Oké. En die ook nog op? Ja. Oké. Maar dat heeft hij niet op? Nee. Voorschriften zijn dat mensen een zuurstofmasker en een beschermingsbril ondanks dat de baas van deze meneer mij net heeft verteld dat de voorschriften hier zijn om een zuurstofmasker en een beschermingsbril te dragen, heeft deze meneer dat dus allebei niet op. En alsnog wordt dit dus gewoon open en bloot gedaan hier. 14.000 US dollars wat hier ligt. Ja. Goeie zaken. Goeie zaken.
Maar wat doet de overheid aan deze situatie? Na decennia lang gedoogbeleid vanuit de regering heeft het kabinet Bouterse 1 in 2011 de commissie Ordening Goudsector in het leven geroepen. Deze valt direct onder het kabinet en is bedoeld om de illegale sector te reguleren. Gold mining is the number one moneymaker in our country. Terza Wongswisan werkte tot voor kort als woordvoerder voor deze commissie. In een TED-talk van 2014 bespreekt zij de aanpak. I was pleasantly surprised when I saw the way Suriname approached the small-scale miners and the approach OGS implemented. It was a humane approach. Maar harde feiten en cijfers over de effecten van de commissie zijn nauwelijks te vinden. Ook over deze organisatie klinken onder veel mensen geluiden van belangenverstrengeling. Ik denk dat het overal bekend is dat gewoon veel belangen spelen in dit goudsector. Ook belangen van mensen die binnen de overheid zitten. Het is een roddeltje dat je misschien al heel lang hebt gehoord of van alle kanten uit hoort. Maar het is gewoon een feit, denk ik, dat ze dan niet zomaar heel rigoureus kunnen optreden. Omdat je dan ook een heleboel belangen schaadt van mensen die dicht bij de overheid zijn of misschien zelfs in de overheid zijn. We zijn nu bij het ministerie. We gaan als het goed is minister Regilio Dotson van Natuurlijke Hulpbronnen interviewen. Hij staat eigenlijk de afgelopen tijd heel erg voor de nieuwe transparantie die kabinet Bouterse 2 wil doorvoeren. Zijn partij wordt ook wel de Schone Handenpartij genoemd. Hij is de eerste minister die echt actief bezig is om iets tegen de verwoesting die de goudsector achterlaat te doen. Hoewel onze afspraak met minister Dotson al weken vaststond, werd deze op het laatste moment gecanceld door een spoedoverleg met de president. Ook een tweede afspraak werd afgezegd, dit keer zonder reden. Deze president is Daisy Bouterse, die kort na de onafhankelijkheid voor het eerst ten tonele verschijnt. Na deze onafhankelijkheidsverklaring van 1975 kreeg Suriname voor het eerst een democratisch bestuur. Wanneer blijkt dat het niet goed schip kan, dan moet het kwaad schip. In 1980 pleegt dan onderofficier Bouterse een coup. Wat volgt is een 11 jaar durend militair regime, een bloedige binnenlandse oorlog en een aartsrivaalschap met zijn voormalig lijfwacht, Jungle Ronnie Brunswijk, die vanuit het binnenland met zijn rebellenleger, het Jungle Commando, tegen Bouterse strijdt. Ik ben geen politieke man, ik ben ook geen Robin Hood, maar ik ben een vrijheidsstrijder. Honderden onschuldige burgers werden vermoord. In 1991 wordt de vrede getekend. In de periode hierna richt Brunswijk zich op goud. 19 jaar later in 2010 wint de politieke partij van Bouterse de verkiezingen. Maar om te regeren heeft hij een meerderheid nodig. En die vindt hij bij Ronnie Brunswijk. De voormalige aartsvijanden sluiten een pact en gaan samen regeren. Inmiddels zit Brunswijk niet meer in de regering, maar hij blijft een machtig figuur in Suriname. Naast politicus, zakenman en goudconcessionaris is Brunswijk eigenaar, aanvoerder en spits van Inter Mungo Tapu. We zijn uitgenodigd door Ronnie Brunswijk om een wedstrijd van Inter Mungo Tapu, zo'n voetbalteam waar hij voornamelijk captain van is, bij te wonen. Ze gaan zo meteen de presidentscup spelen, de aftrap van het seizoen. Ze spelen tegen Nissan 42, waar ze de vorige keer van verloren hebben. Dus we hopen dat ze vanavond gaan winnen. Daar staat de man hemzelf zo meteen dus op het veld. Dus we gaan spelen om te winnen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En dan
Gaandeweg mogen jullie wel veel meer praten. Heb een safe flight. Dank u wel. Dit vliegtuig is gecharterd door Ronnie Brunswijk. We zijn op weg dus zometeen naar zijn concessies waar hij ons gaat rondleiden. Hij komt in een junglepark op een ATV om ze ophalen op dit moment. En dit is dan uw huis hier? Ik woon hier als ik in het bos ben. Zijn er meer mensen die hier ook echt wonen? Ja, maar iedereen die hier werken wonen hier. Zitten hier in residentie. Hoeveel mensen heeft u hier in dienst op deze? Ja, dan 200. Is dat uw dochter? Ja. Hallo, goeiedag. Je ziet er heel mooi uit. Nou, dankjewel. Ik ben hier ook gewoon even om mijn vader te versterken. Want hoe ziet een dag voor u eruit hier? Werken. Werken 24/7. We gaan nu eventjes met de heer Brunswijk naar de bar. Een van de vier bars die hier zijn. Waren er vier bars? Nee, een bar en vier supermarkten. Bar en vier supermarkten. Er is een bar tegenover het huis van de heer Brunswijk. Daar gaan we even wat drinken, want het is natuurlijk heel warm. Toch met de ATV, want het is toch helemaal aan de overkant. We made it. Hier zijn we op een locatie waar ze werken. Mm-hmm. Hier gaan ze nu afronden. Dus dan zijn iedereen boven, dan zijn ze klaar voor vandaag. Waarom staat er iemand met een geweer bij? Is de security. Want gebeuren hier veel conflicten? Er wordt veel geroofd hier. Maar niet bij ons, hoor, bij andere mensen. Preventieve oplossing dat er iemand staat alvast? Ja, dus als iemand staat, vier mensen staan. Ja. We hebben ook andere mensen verderop. Er wordt nog met Quick gewerkt hier, omdat je hebt geen ander systeem, is duurder. Ja. Dus dan moeten we een nieuw systeem hebben om zonder Quick te werken. Maar dat is een heel ander systeem. We zijn, in de toekomst zijn we bezig om dat te introduceren. Van de honderden mensen in de goudmijnen van Brunswijk werken sommigen in vaste dienst. Andere mijnwerkers dragen een percentage af van wat zij vinden in ruil voor het gebruik van de grond. Om te voorkomen dat de goudwerkers hun opbrengsten in eigen zak steken, moeten zij het melden als zij het goud gaan inzamelen. Je mag ook melden, Stevie. Je mag ook komen. Als je niet melden dat ze klaar zijn. Ze moeten eerst melden, toch? Die gaat een flinke moeten betalen. Ja? Ja, tuurlijk. Hoeveel is zo'n boete als ik vraag wat? 100 gram. 100 gram? Ja. En hoeveel hebben ze nu ongeveer gevonden? Als ik weet dat het er helemaal niet hoeveel ze hebben gevonden. Het gaat om die boete, je moet melden. Ja. Het grond hier is zeg maar van meneer Brunswijk. Hun werken op dit grond. Als zij dan klaar zijn, betalen ze mijn vader zoveel procent. Anders dan in de illegale goudwinning behoort Brunswijk tot een select groepje vergunninghouders dat van de overheid wel legaal goud mag mijnen. Hoe en waarom Brunswijk zijn goudconcessies precies heeft gekregen is onduidelijk. Hoewel dit wel geregistreerd is, wordt de lijst van belangrijkste concessiehouders en informatie over belastingafdracht door de overheid niet gepubliceerd. Wie wel en wie niet legaal mag mijnen lijkt gebaseerd op informele relaties binnen een politieke elite. Wilt u heel kort uitleggen wat u aan het doen bent?
Die zijn mensen die in mijn concessie werken, die maandelijks betalen. Is dat een bijdrage die ze betalen om op deze concessie te mogen werken? Ja, dan betalen ze per persoon 125 gram. 4000 US. 4000 US is dit? Ja. En dan komt men zeggen, Johan Peter. Officiële stempel. No. Dan blijf je trouwens in. Doe, kameraad. Toch weer betaald. Iedereen hier is bang voor meneer Brunswijk. Deze man hoeft alleen maar een kantoortje binnen te stappen en iedereen rent voor hem. En hoeveel mensen om hem heen zijn die hem als een soort god behandelen, gaat mij niet om de persoon Brunswijk. Brunswijk is eigenlijk gewoon een van de vele voorbeelden van hoe het hier niet zou moeten. Zo is het met die kwik erin. Moet het gaat branden. En dan verdwijnt die kwik en dan blijft het dus zo goud over. Ja. Oké, dan nou. Ook moeten we nog. Ik was daar. Dat is 7 kilo, hoor. Dat is te zwaar, toch? En toen? Toevallen. Maar vindt u het niet erg dat het dan schadelijk is? Ik vind het erg. Er moeten andere methoden gezocht worden, toch? We zijn bezig. Ja. We hebben een ander systeem. Dan gaan we daarin nu doen. Dat je het kwik weer opvangt. Dit gaat niet verdampen, maar dat je het opvangt. Zodat het niet in de lucht terechtkomt? Nee. Kijk hoe het is. En hoe belangrijk is het voor u, goud? Het is de inkomsten van mij, toch? Ik heb geen andere inkomsten. Het is een business, dus ja. Het is een bedrijf. En, maar heeft u ook echt een passie ervoor? Goud is geld. Ik hoorde dat u Bravo genoemd wordt. Ja, Bravo. Waar komt die naam vandaan? Ja. Waar kom je dan vandaan? Gewoon Bravo, zo. Van een bijnaam. Geen bijnaam. Code naam. Romeo Bravo, Ronnie Brunswijk. Vroeger toch, die militairen hadden toch ook code naam? Vanessa moeten. Dus dat is eigenlijk uit het militair alfabet? Ja. Lieve dan. Heeft u die altijd bij u gehouden, die bijnaam? Vanaf toen al. Welk jaar was dat precies? Ik weet het niet hoor. 85. Zelfs met de macht die Brunswijk nog altijd heeft, blijft het verleden moeilijk bespreekbaar. Nee, ik wil terug op het bij elkaar, maar ik wil het op een winkel. Nee, puur wel direct. Direct hier. Ik ga door het tabaram, maar met een winkel direct. Met dat ik ben hier verstaan. Maar jullie nog altijd eens met je op het dan te bakken naar mijn wacht, tegen 6 euro. Mijn tapa winkel vier, mijn broek al in samen vier poorten bij. Wat vind je ervan dat je vader dit heeft en doet? Ja, nou, ik zie dat het een passie is ook wel voor hem. Het is echt zijn business en ja, ik steun hem daarin gewoon. Ja. Is hij er goed in? Ja, dat hij gewoon dus vanaf de Binnenlandse Oorlog, dus tot vandaag de dag, dat ik kan zeggen van ja, hij studeert door. Hij gaat nu voor zijn master. Politiek. Ja, eigenlijk alles wat hij wil, dat kan hij doen. Zeg maar positief, hè? Transparantie vanuit de overheid over de omvang van het probleem dat de illegale goudsector veroorzaakt is noodzakelijk om iets te kunnen veranderen, zowel in het binnenland als in Paramaribo. Zonder nieuwe beleidsmaatregelen en hervormingen van de arbeidsmarkt lijkt dit onmogelijk. Ondertussen gaat het werk gewoon door. Er worden inmiddels kleine stappen gezet richting bewustwording over de illegale sector en in het onderzoek naar kwikvergiftiging. Maar zolang dit niet op grote schaal gebeurt, zullen duizenden mensen zoals Robba de weg naar het goud blijven vinden, om zo hun inkomen veilig te stellen en daarmee hopelijk hun toekomst.
Blijf je dit nog 10 jaar doen? Nee, ik denk het niet. Waarom niet? Nou, misschien vind ik later een andere baan dat ik leuker vind. Zou je het nog 10 jaar willen doen? Gezondheid bepaald. We moeten allemaal onze mond kunnen opendoen om aan te tonen van dat dit of dat niet kan. Corruptie is iets wat een land kan vernietigen. En dat is dus wat nu gebeurt hier in Suriname. Als dit zo door zou gaan, dan denk ik misschien met 20 jaar dat het grootste gedeelte van het park dusdanig vernietigd zal zijn. Ze zullen dit gebied dan alleen maar kunnen herkennen van foto's en van films. Ik ben een Surinaams kind en ik hou van mijn land en dat is het. Denkt u dat u het echt ooit helemaal op kan geven, goud? Kijk, wanneer je goud zit en je veel goud vindt, dan eigenlijk raak je verslaafd in goud. Dat is een probleem. Ik denk dat we wel eens de groep moeten doorhakken om te zeggen van hé, nu ga ik stoppen met goud winnen. Ik wil toerisme doen. Suriname is een heel mooi land. Ons binnenland is prachtig. We kunnen lekker hier leven. Het weer is mooi. En wij zouden als burger dat moeten koesteren. Maar ook onze regering en onze autoriteiten zouden dat moeten koesteren. Zodat we van dit lekker mooi land met z'n allen kunnen genieten.